Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Hush! Uit 2016. Hush! Gaat over Maddie en Maddie woont in haar eentje in een huis in de bossen. Maddie is een schrijfster en ze is ook nog eens een keer doofstom. Omdat Maddie een schrijfster is, komt haar buurvrouw langs bij haar om haar boek, wat ze dus onlangs heeft uitgebracht, terug te geven omdat ze die gelezen heeft. En ze vond het een prachtig boek. Maddie praat met haar via gebarentaal uiteraard en dan in één keer gaat het brandalarm af. Ze haastte zich naar binnen, want Maddie was in de keuken iets aan het maken. Oh, wat een hard alarm, zegt die vriendin. Het gaat om de vibraties, dat is wat Maddie zegt. Die vriendin gaat op een gegeven moment naar huis toe en Maddie blijft alleen achter met haar laptop, want ze wil verder werken aan haar verhaal. Ze wordt nog wel lastiggevallen door een ex die haar af en toe aan het bellen is en ze is aan het worstelen met haar nieuwe boek. En ze komt er niet uit wat ze moet doen. En dan zie je ineens de buurvrouw in volle paniek kloppend op het raam. Maar ja, Maddie hoort dat niet. Die gaat gewoon vrolijk door in de keuken. De buurvrouw wordt afgemaakt door een gestalte met een masker. En dan begint een reeks van spannende momenten in de film Hush. En dat spannend is, dat mogen we best een keer zeggen, of niet dan? Het is verdomd spannend. Nou ja, Hush is een... Zo spannend? Ja, dat is echt puntje van je stoel. Goed, het is een film van Mike Flanagan. En Mike Flanagan die begint steeds een grotere naam te maken in, ja, wat ik mag zeggen, thriller, oftewel spannende films. Ja, horror genre toch wel. Ja, series ja. Ook best wel. En ze hebben allemaal wel een gemeenschappelijke deler. Klopt. En dat heeft deze film net zo. Ja. Want het draait om een huis, eigenlijk. Ja, en dat is een beetje zijn specialiteit, mag ik eigenlijk wel zeggen. Want hij weet precies wat hij daaruit kan halen. Oké, iemand zit in een huis, er komt een figuur langs. En die wil je eigenlijk niet langs hebben. Ja, hij weet gewoon een enorme spanningsboog te bouwen. Dat doet hij. Ja, ja, letterlijk en figuurlijk in deze film. Het is namelijk zo, die Mike Flanagan, die kan dat dus echt heel goed, ja. Die spanning. Ik vond het ook heel goed in The Haunting of Hill House. Ja, die heb ik nog niet gezien. Hij heeft niet veel nodig, lijkt wel. Nee, hij heeft gewoon alleen maar een heel goed, en dan kom je dus wel bij wat belangrijk is, een hele goede premisse, een goed verhaal. En je hebt niet zoveel middelen nodig om een spannende film te maken. En dat bewijst dit eens en te meer. Dit is een beetje een bijna home invasion film. En zo zijn er rond diezelfde periode zijn er best wel een hoop van dat soort films gemaakt. Het begint ijzersterk, vind ik. En niet per se het opzetje van de film. Want dat is gewoon maar een beetje om te laten zien dat zij überhaupt doof is. En ja. je krijgt dus ook een aantal... dingetjes te zien die later een payoff krijgen. Waarvan je al meteen eigenlijk weet, daar gaat een payoff krijgen. Daar gaat een payoff krijgen. Ja, als ik Engelse woorden in Nederlandse zinnen probeer te krijgen... Ja, maar ik probeer het ook altijd gewoon te vernederlandsen. En dan wordt het heel lastig, want ik wilde het net hebben over Pavlov's gun. Maar dan is het Pavlov's geweer. Maar dat is wel dat principe. Zo, als jij iets laat zien, ja. Dan... kun je er maar beter voor zorgen dat dat terugkomt in de film. Want anders is het een heel loze scène geweest. Een slechtere regisseur die denkt, ik gooi gewoon een hele hoop op scherm. Ja. En dan zien we wel. En dan kom je erachter van, maar waarom zat dat erin? Waarom zat dit erin? Dat heeft deze film absoluut niet. En dat maakt hem dus goed. Ja, en wat ik ook heel goed aan deze film vind. Natuurlijk het gegeven dat zij doofstom is, is natuurlijk al... goed, maar daar spelen heel veel films mee, dus dat is ook niet iets nieuws. Ja, natuurlijk al eerder gewoon Mute Witness gedaan. Ja, precies. Dus dat is niet iets nieuws of zo, maar het is wel een sterk gegeven om als uitgangspunt te nemen. En dat heeft Mike Flanagan dus gedaan. En daarbij zorgt hij dus voor een enorm goede spanningsopbouw. Waardoor je dus echt op het puntje van je stoel gaat zitten. Ja. Dus als die spanningsboog maar goed is en de hele tijd gespannen, want dat is nog best wel moeilijk om die altijd gespannen te krijgen. Ja, dat is... dat valt niet mee. Dat valt zeker niet mee. Als je die altijd wel gespannen kunt krijgen, en dat kan Mike Flanagan, dan ben je gewoon een goede filmmaker in mijn optiek. Ja, ik vind... ik heb nog lang niet alles gezien van hem. Er is nog een andere die ik niet heb gezien. Maar ik heb nu al een aantal films van hem gezien. En die zijn tot nu toe allemaal super degelijk. Dat is het gewoon. Ik kan niet anders zeggen dan verrassend. Wat ik wel jammer vond aan deze film, dat mag ik best zeggen, vind ik. Ze introduceren dus The Man heet hij. The Man. Ja. Ze introduceren die. En dan heeft hij een masker op en dat masker is ijzersterk eigenlijk. Ja, ik vind het ook heel jammer dat hij hem op een gegeven moment afzet. Jammer, maar ook wel weer gaaf, vond ik. Ja, maar dan, ja, het haalt een heel hoop... Ja, dat klopt, dat klopt. Dan krijgt hij in één keer een gezicht. Ja, maar hij heeft ook op een gegeven moment door dat hij anders niet met haar kan communiceren. Dat klopt. Ik denk inderdaad dat als hij het masker op had gehouden, dan werd het zo'n film. En dan ben je detached van de werkelijkheid. Ik bedoel, dat hij dat masker draagt is gewoon om angst aan te jagen. Dat snap ik. Ja. En wat jij zegt klopt ook. Hij haalt het er op een gegeven moment vanaf, zodat hij kan communiceren met haar. Maar voor de kijker, ons dus, is dat wel belangrijk. Dat je hem kan identificeren van, oh, wat een lul. Ja. Een enorme lul. Ja, en dat is het ook. En dat is goed. Dan moet hij ook zijn, wat hij doet. Anders zou hij alleen maar zo'n geluid... Dan zou hij die mute killer zijn. Ja. Dus eigenlijk gewoon zo'n soort reversal. Inderdaad, dat klopt. Dat is gewoon heel goed gedaan. Ja, dat is heel goed. Het is gewoon wel, ondanks dat hij het aftrekt... Wel echt een super gaaf masker. En dat masker zou ik echt wel vaker willen zien. Wat mij betreft is dit masker... Gewoon een perfect masker voor een horror franchise. Ja. Ik dacht, JP, je had deze nog niet gezien. En ik dacht, het is een keer de omgekeerde wereld, dacht ik. Dus, dat klopt. Ik was aangenaam verrast. Ik vond het... was die bijzonder? Dat niet. Het is niet vernieuwend of zo. Maar dat is soms ook helemaal niet nodig. Dit is een film met een bepaalde formule. En wat Mike Flanagan dus ermee doet, is goed. Van wat zou jij doen in zo'n situatie? Ja, en dat is eigenlijk waar het... Want anders roep je de hele tijd... Ja, ik zou gewoon dit doen. Ja, maar dat is zo goed aan deze film. De motivatie van de karakters. En natuurlijk kun je je twijfels trekken bij The Man. Want hij doet er heel lang over om daadwerkelijk gewoon elke keer... binnen te komen. Precies. Maar dat is een sport die hij er waarschijnlijk van maakt. Ja, natuurlijk. Hij wil iemand gewoon angsten aanjagen. Ja. Maar haar motivaties zijn allemaal echt gewoon goed. Kijk, je kunt je storen aan een film en dat je zegt van... Ja, doe de licht onderhand eens aan. Maar als zij het licht aan doet, dan kan zij niet goed buiten kijken. Jij krijgt elke keer een antwoord op van... Waarom gaat ze dat niet doen? Ja, omdat dan dat gebeurt. Ja. En dan heb je mij. Want ik hou daarvan. Dat klopt. Daar moet ik wel één dingetje viel me wel op. Er zit een scène in waarin ze een zaklamp gooit. En die gooit ze wel heel ver, hoor. Ja. Nou, kijk, dan ben je sportman, hoor. Ja, maar je kan hem echt wel zo ver gooien, denk ik. Ja, jij kan hem waarschijnlijk wel zo ver gooien. Maar ik nam niet aan dat zij een zaklamp echt 50 meter ver gooit. Zo hard gooide ze niet, hoor. En dan ligt die lamp echt een end de bos in. Nou, maar ja, dat klopt. Zij kan hem niet zo ver gooien. Dat geloof ik ook niet. Maar goed... Maar de rest is allemaal leuk. Dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Ja, nee, dan hebben we dat gezegd. Ja. Mensen, je hebt helemaal niks gezegd over het feit dat zij die lamp op een gegeven moment kilometers ver gooit. Jawel, dat hebben we wel gezegd. Ja. Valt dit scharen onder een... Te scharen? Valt het te scharen? Oeh. Onder hem echt... Is het de Cinemaatjes aanraden, wou je zeggen? Ik vind van wel, denk ik. Ik vind dat je deze gezien moet hebben. Ja, moet niet. Maar ik kan hem wel aanraden. Dus ik kan hem wel een Cinemaatjes... Want ik vond er niet veel dingen aan storen. Dus... Een echte Cinemaatjes aanrader! Met de kanttekening van JP... Maar goed, het is niet een heel bijzondere film. Nee, maar absoluut niet. Het is gewoon heel degelijk gedaan. Voor wat het is, met een klein budget, met weinig benodigdheden. Als jij een beginnend filmmaker bent en je wil weten hoe je spanning kan opbouwen met weinig middelen, kijk deze film. Hier kun je een hoop van leren. Precies. Tot de volgende keer! Ja, maar het is niet per se nodig. Het is niet per se nodig. Want er wordt... Zo. Maar het is niet per se nodig. Nee.